Nee, ik vroeg of Theo wel eens voetvolley gedaan heeft met hem. Oh, want? Nou, ik, met alle respect, volgens mij topspelers die willen elke bal hebben. Ja. En die gaan allemaal appelleren. Ja. Train met alle respect. Met jouw voetvolley is A geen plezier. Als je nee, het is niet leuk. Nee, toch? Nee. En elke bal die ertussen valt, ga je appelleren die voor jou? Nee, ik heb één keer met Willem voetvolley. Willem, ja, weet je, je bent mijn grote held, maar we gingen jij voetvolley. Als toekomstig trainer. En Willem moest tegen een andere jongen en die kon er niks van. Nee. En die moest serveren met zijn voetvolley. Maar die serveerde dan niet helemaal recht. Nee. Is die weggelopen voor iemand die echt niks kon. Hij zegt, ja, daar heeft het geen zin. Ja, bekijk het maar met die... Ja. Ja, maar dat is toch niet zo gek. Is zo... Die jongen die was zo blij dat hij met jou een potje voetvolley was. Ja, maar als ik niet blij ben, dan... Dus je gaat alleen denken dat ik een soort sociaal werker ben. Nee, dat idee heb ik nooit gehad. Maar nou, toch, dan ben je wel goed. Kijk, hij jij bent gaat, wel een sociaal werker. Hij gaat nou zijn gram halen. Ja, jij zegt, ik luister niet meer. Ik luister heel goed. Ja. Wij speelden vroeger tennisvoetbal. Dus gewoon met een tennisnet. Ja. Ja. En hij speelde bij mij achter. En hij is gewoon een goede speler. Maar dan zat ik elke keer te kijken. Dan denk ik, heb die klompen aan of zo? Dus er kwam er een bal over het net en hoorde pap. En dan viel die bal op de grond. Maar dat kwam dat hij zo nerveus was. Dat hij zo gespannen was. Of dat hij van die duikerschoenen aan had. Dus op een gegeven moment, maar op een gegeven moment is het zo of niet. Na een paar weken was hij de beste speler achter. Heel relaxed, rustig. Henk, hij heeft het net gehad over vertrouwen geven. Ja. Oké, zal ik zeggen hoe Willem, als je de eerste keer met hem speelt. Mm-hmm. Ik had het spelletje nooit gedaan. Ik kom van Sparta naar Utrecht en dan speel je het spelletje. Dan moet ik achterin het veld moet ik alle ballen opvangen voor hun. Want zij staan... Hij stond gewoon lekker bij het net. Hij stond bij het net. Lekker bij het net. Nou ja, met z'n tweeën. Patinama en jij. En dan moet ik de bal perfect bij Patinama krijgen. Ja. Is die 2 centimeter, dan krijg ik al deze. Ja. Waar of niet? Ja, de tweede gaat verkeerd. Een beetje. Ja. Dan krijg ik van die schoenen om je doos, of doos om je schoen en weet ik veel wat allemaal. Oh, dat zegt hij dan ook hard. Ja. Ja, 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 ja. En dan de derde die je verkeerd speelt. Ja, als je het zegt, hoort hij het niet. Ja, dat is... Ja. En dan de derde, dan is het loopt dit. Loopt hij weg. Ja, loopt niet. Maar dan moet jij gewoon hard zijn, dan moet je gewoon doorgaan. Nee, maar dat geeft je niet iemand vertrouwen. Nee, maar je leert wel... Henk, speelde je goed of niet? Ja, op het einde natuurlijk. Oh. Dat, die Valoen, die hadden we ook wel eens bij ons. Ja. Dan zegt iedereen, hij kan goed koppen. Hij kan helemaal niet koppen. Hij is groot, maar daarom hoeven we niet te kunnen koppen. Hij liep er tegenaan. Wij schieten het eerst over.